We zijn er. En hoe we hier gekomen zijn, dat was weer een avontuur op zich. Dat was dan een avontuur. Gelukkig hebben we onze eigen Google Maps, want we kwamen niet verder dan Holler Allee. En dat was niet de bedoeling. Nee. Het is echt een joekel van een hotel, jongens. Vet groot en duur. Check al die auto's. Moet je kijken wat hun auto's hier staan. Waar are we going here? Zo, het is ons eigenlijk gelukt om de kamer te vinden. We liepen echt zo eerst naar boven, de eerste etage. En zei ze, oh ja, around the corner en dan naar beneden. Naar beneden. Naar beneden. Dus wij around the corner stonden. Best ongemakkelijk stonden we daar weer. Echt dom. Maar we hebben het gevonden hoor. Het was echt best wel eindlopen. Maar hier is hij. Eindlopen? Ja toch? Het deed mij eerlijk gezegd denken aan het Hotel van de Valk Schiphol. Oh. Dat is ook wel zo'n eind. Oké, Tien, ik hou hem vast. Hier. Sorry, jij mag die deur wel uitvogelen. Dan krijg je gewoon een aparte instructie horen. Ja. Okay. Mijn hemel. Je moest, ja? Taart. Twist. Andere kant op misschien. Ja. Hoe vaak moet ik draaien? Oké, stop. Stop. Oh. Oké, wacht. Knop. Kaart. Nee. Godsamme. Nee. Waarom hebben we altijd van die achter... Waarom gaat het nooit in één keer goed, mij? Waarom moeten we altijd op eerst verdwalen? Of eerst... Hè? Oh. Zo. Wow, kijk het fontein. Wow. Is het van ons? Wij hebben... Wel... Hè? Hebben wij dit geboekt? We hebben een huis. Dit lijkt wel Zweden. Jezus, hoe de fuck komen we hier aan? We hebben een upgrade gekregen. Dit hadden we niet. Wauw. Upgrade even uitleggen, want er is morgen een bruiloft. Ja, er is morgen een bruiloft. We waren in eerste instantie gevraagd om niet te komen. Of gevraagd, geadviseerd, heel netjes. Ik kan beter niet komen, want het is dan misschien wel wat herrie. Daarom hebben we blijkbaar een upgrade gekregen. Maar dit is gewoon een huis. Wow. En dan heb je twee van die tutjes uit Groningen die dan in zo'n kamer zitten. Jeetje, is dat gewoon zo... Tien, kijk nou! Ja. Oh my god. Oh jee, wat zie ik? Dit is volgens mij een spiegel. Oh, wow. Wat is dit? Wat is dit? Oh shit. Oh ja. Oh, een bad. Hè? Maar wacht even. Wow. Een douche met 100 functionaliteiten. Oh, en hier kom je dan weer uit in de slaapkamer. Wat? We moeten ergens een lusje vinden. Wat is dit dan? Wc. Kijk, oh, netjes. Oh, joh. Oh, lekker dit. Zo. Kijk, Tien, hier is de slaapkamer. Kijk, oh, de slaapkamer. Kijk. Oh. Het bedje is al gespreid. Oké, eerlijk is eerlijk. Even. Dat oranje is wel een beetje gedateerd. Nou, het is echt zo lekker Duits. Maar het is zo lekker Duits. Huh? Oh, wacht. Het gaat automatisch. Nee, maar... Kijk. Ja, ik zie het. Zo. Wauw. In een mooie tuin, hè? Jumig. Ja, zo is het hotel van de voorkant. Ik voel me een prinses. Dit is wat je ziet. Zou het ontbijt zo goed zijn als je mag kopen. Oh. Lekker een Duits in de slagroom snitten. Maar voor een stuk. Oh, wel een beetje ouderwetse tv. Maar oké, dan mag de pret niet drukken. Hallo, check dit. Room service. Ik heb honger. Goedemorgen, het is zaterdag. Het is nu 7:30. Ik praat een beetje zacht, maar Tina die slaapt nog. En ik was al om 5:45 wakker, om 7:00 en 7:15. Dus ik ben er lekker uit gegaan. Dit uitzicht, jongens, waarmee je wel wakker wordt, is echt super mooi. Kijk. Ik weet niet of jullie alles kunnen zien door het raam. Het is echt prachtig hier. Ik kan ook niet wachten tot Martina wakker wordt om te gaan ontbijten, want ik heb honger. En ik denk dat het heel goed is. Volgens mij is Bremen een hele leuke stad van wat we gisteren hebben gezien. Ik heb in elk geval lekker geslapen. Geen kinderen die 's nachts wakker worden. Dat is leuk, is echt geweldig. Dus ik ga me nu even aankleden. En een make-upje opdoen, denk ik alvast. Of ga ik nog wat werk op de laptop? Dat kan natuurlijk ook. Ik heb nu tijd. Ik denk dat ik dat ga doen. Tot later. Kijk wie er wakker is. Tientje. Het is nu 8:30. Netjes 10. Het ziet eruit als een mooie dag. Ik heb het weer al even opgezocht. 29 graden. Dat is wel warm. Maar ik denk dat het juist ook wel weer lekker is. Jongens, moet je kijken wat een ontbijt. Echt superveel. Echt heel lekker. Tien, wat is die lekker, hè? Jemig, croissantjes. Die muziek wil horen. Vet klassiek.
Ja. En we hebben lekker fruit. Ik heb een eitje en een of ander vleesgeval. Hootjes. En dit is nog maar de eerste ronde natuurlijk. Straks voor de hartige ronde natuurlijk. Mm. Moet je kijken wat het plafond ook. Echt super mooi. Oh, ze hebben hier ook echt de lekkerste broodjes. Ze hebben zelfs pretzels. Dit is een kleine pretzel, maar ze hebben ook de echte pretzels. En kijk, allemaal zoete broodjes. Het is ook echt heel erg mooi. En we denken dat hier vanavond een van de bruiloften is. Ja. Er staat ook een beamer. Kijk, en een piano daar. Dat is toch super romantisch. Als je nu bij het koffie hebt, ja. Zo, dat zien we er leuk uit. Dat zijn we zo bezig. Niet te geloven. We hebben een mooi licht hier inderdaad. Ja. En we hebben een plan bedacht. We hadden van een lezer begrepen. Dankjewel daarvoor. Die daar woont in Bremen. Ja, hoe heet ze? Ik weet het niet helemaal meer. Maar ik niet, ook niet. Ik ben een safe. Sorry. We hadden van een lezer begrepen dat we het beste kunnen shoppen in een van de twee winkelcentra. Toen waren we heel gelukkig slim op plan gekomen om te kijken wanneer alles open is. En op zondag is alles dicht in Bremen. Dus we gaan vandaag heel saai eigenlijk naar een winkelcentrum. Maar ja, we willen gewoon heel graag ook even lekker shoppen. Want we hebben hier naar Sarah en ze hebben Mango Kids waarschijnlijk. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Echt, en luiers inslaan bij de dingen. Echt, ik voel nu al dat ik denk, ik hoop ook dat we iets voor onszelf gaan kopen. Maar ik vraag het me af. Ja. Moet gewoon, dit moet. Dat moet. En dan gaan we morgen Bremen in. We gaan ook straks nog naar Bremen, maar, of het centrum van Bremen in. Maar we gaan in ieder geval morgen dan ook echt lekker een beetje sightseeing. Ja, net als de middeleeuwse straatjes en weet ik wat. Misschien zijn we nog wel zo gek dat we of gaan lopen of we gaan een fiets huren of zo. Mm-hmm. Moet maar even kijken. Maar gaan we morgen echt een beetje de leuke sightseeing Instagram foto's doen en een beetje mooie foto's van Bremen maken. Dat is ook wel leuk. Ja. Dus dat is het plan voor vanavond. En vanavond daar is Ona. Yes! We gaan even lekker fotootjes schieten, jongens. Ik zal jullie kijken of ik jullie ergens neer kan zetten. Ja. We zitten op de Fahrrad. Oh nee, dat is een fiets. Op de auto. Dat is auto. Ah, is het meer leid, aber unsere Deutsch ist sehr schlimm, ja. Ja, wir sind bei einem Weserpark. Und er was einen Umleitung. Nou, er was keine Umleitung. Wir mussten zelf einen Umleitung suchen. En das, er war ein obstakel. En dat dauert zeer lang. God, we hebben echt alle hoeken van Bremen gezien, man. Ja, echt. Ik zei dat tegen Wil, op een of andere manier als wij in de auto zitten. Ik weet niet of het een vloek is of zo, maar het gaat nooit normaal. Het is trouwens ook stoffig op die lens. Zo, ja. We hebben al geen eeuw meer gevlogd. Nee. We zijn er wel bijna. Het is inmiddels al 11:30. Ja, we hebben echt gewoon rustig aangedaan met ontbijten. Foto's gemaakt overal en weet ik het allemaal wat. Ja. Dus eer dat je als blogger ook echt onderweg bent. Dan ben je zo weer een uur verder. Hips. Twee. Sorry. Een uur à drie kwartier. Een sorry voor mijn oprispingen. Daar kan niet zoveel aan doen. Pregnant. Oh man. Oh, stopper! Ja! Wie ziet daar? Ik dacht precies hetzelfde. Wie ziet daar? Nou, oké. Eerste intro. Het is groot. Tien is goed aan het shoppen. Ja, leuk Tien. Ik had dit broekje aan voor de lol gedaan. Ja, even wat aan. Maar eigenlijk is het een heel fijn broekje. Ja, zomer. Zeker nu je zwanger bent, dat gewoon lekker meestrest. Ik heb zo weinig lekkere korte broekjes. Daar heb je ook geen last van. Ja. Kijk. Ja, ik heb nu zo gedaan. Leuk. Maar kijk, van de zijkant, als ik zo doe. Ik zie je. Ja. Ziet echt wel een bolletje hoor. Maar ik kan dit ook nog wel dicht of zit. Ja, dit kan nu nog goed dicht. Dit kan nog best redelijk. Ja, en dan straks als je echt een hele mooie grote buik hebt en je wil hem showen, dan doe je gewoon zo'n witte top en dan dat overhemdje open. Dit is gewoon heel chill, want dit is gewoon een lekker broekje. Ja. Ik moet echt meer van deze broekjes hebben. Nou, ze hangt een heel rek. Ik zal nog even mijn outfit van vandaag laten zien. Ik heb een top aan, die is van de H&M. Daaronder heb ik nog een hemdje in dezelfde kleur als dit te warm wordt zometeen. Dan een broekje van Fabienne Chapeau. En dan mijn All Stars. En ik draag weer een keertje mijn Alexa. Oh, hij zit niet helemaal goed. Echt leuk. Ja, het zijn leuke broekjes, hè? Mag ik het dingetje open? Hier ook weer. Ik van
Dit is gewoon chill. Ik vind nooit leuke korte broekjes. Nee. Die niet super dik maken. Nee, deze is echt super goed. Dit is een echt leuke broek. Ik heb ook zo'n soort broekje. In zo'nzelfde soort stofje en ook in blauw. Die zit zo lekker. Bandenpijn. Ja. Aan de kant. Ja. Steekt, hè? Ik heb gisteren net zo in de douche gestaan scheren. Mag je best weten hoor. Zo. Ik zie gewoon niks. Zo. En ja. Ik zo pijn aan de rechterkant. Scheer je op de gok, hè? Ja. Op de gok, ja. Ja, het gevoel had ik altijd. Zo van, nou, op hoop van zegen dat ik geen schaamlippen eraf scheer. Echt, we hebben het er net over. Waarom zijn de zaken in het buitenland altijd niet zo? Wat een mooie jas. Ja, en echt zo'n aparte kleur geel. Dat echt kunnen echt niet veel mensen hebben ook, ja. Maar gewoon alles hier. Het is veel leuker. Ik vind deze Zara's, net als een split ook, veel leuker dan in Nederland. Hoezo? Waarom is dat zo? Ja. Dit shirt, zoiets ook. Met zo'n knoopje aan de onderkant. Ja. Kijk, ik zei nog tegen hun ook die parels hier. Ik vind het zo geinig. Zo tof. Echt een heel leuk blouseje. Zo vet. Ja. Ik denk, echt de blouseje. Ook al die kleuren erin. Ja, heel tof. En als je nou zorgt dat je een roze tanktop of zo scoort, of paars, of iets in deze kleur, kun je hem ook open straks dragen als je preggo bent. Hoog preggo. Echt super. Heel leuk. Oh, geinig. Echt lekker retro. Super leuk. Ja, die is leuk, man. Die is leuk. Ja, joh. Ja, en Wil had net een hele toffe, lange, wijde broek aan. Ja, ik vind het, ik zou meteen weten hoe ik hem zou stylen, maar Wil vindt het eng. Ik vind het, ja, het staatje stond je echt heel tof. Ja, oké. Okay. Maar nee, dit is echt een hele leuke. Ja, dit hier moet je wel comfortabel voelen erin. Leuk. En nu die rode jumpsuit nog, hè? Ja. Ik vind dit echt een hele geinig broek, jongens. Hij scheelt. Alleen, je moet er echt geen donkere dingen onder dragen. Nee. Je ziet hier gewoon echt weer zo'n donker geval. Ja, dat kan bij deze. Heel geinig. Op zich met je schoenen eronder. Ja. 10 heb wat gepast. Ja, ik zei, dit is lekker lelijk, maar ik vind het wel grappig. Nee, maar is echt leuk. Van, nou, op zich. Hij staat je leuk. Maar kijk, dan krijg je dit weer. Wat is het dan? Echt zo'n cellulitesbroek. Vooral met het licht. En ga nu zo'n beetje vooroverbuigen. Kijk jongens, dat kan toch niet? Dan moet je echt bijna geen string op. Ik snap niet hoe ze dat bedenken hoor. Waarom doen ze niet iets meer gevoerd? Ja. Ik snap het echt meer. Echt vet irritant. Want van de voorkant is hij heel leuk. Is die best grappig, maar... Ja. Meh, niet leuk. Wij zijn aan het slagen. Ja, we hebben best wel veel gekocht eigenlijk. En niet eens heel veel voor de kids. Eigenlijk vooral voor onszelf. Voor onszelf, dit doen we goed. Ja, en ik vind het toch ook wel heel leuk shoppen hier. Vooral de Mango en Zaga zijn hier zo ontzettend leuk. Ja, dat is wel echt een aanrader hier hoor. Ik weet niet wat het is, maar dat is hier veel En we zien hier nu een ice cream bar / koffiebar. Dus daar gaan we even kijken of we kunnen. En anders misschien... Ja, we moeten ook nog lunchen natuurlijk. We hebben dorst. Ja, dat moet ook nog doen. Misschien kunnen we hier ook iets lunchen, ik weet niet. Oh, sneaker. Sneaker. Oreo. Oh, onze pasta is gearriveerd. Martine heeft met de tomatensaus en ik heb de aglio e olio. Op een mooiste Spaans, Italiaans. We zijn in de H&M en de babyafdeling is hier zoveel leuker. Moet je kijken wat die allemaal heeft. Ik zit een beetje vol. Sokken, pakjes, rompertjes. Dat gele boekje. Ja, kijk, zo leuk. Ja, we doen denk ik nog wel een shoplog, of niet? Ja, het is echt heel veel wat we gekocht hebben. Lekker, ik heb een Snickers ijsje. Ik heb een meloen ijsje. Lekker jongen. Dus even lekker in het winkelcentrum gezapeld een ijsje te eten. Ik vind het wel ideaal voor winkelcentrum. Ik ook. En we gaan nu naar de DM. Ik ben helemaal fan van die luiers en van de billendoekjes van de DM. Die zijn echt heel goed. Dus daar gaan we even naartoe om in te slaan. Want we zijn nu verder. Het hele winkelcentrum hebben we gehad. Super leuk. En echt genoeg te zien en te kopen. Dus dit was wel een aanrader. Dankjewel voor degene die de tip gaf. We zijn hier bij de DM en ik zal jullie mijn wagen zo even laten zien. Martiens wagen is ook al goed gevuld, maar we zijn helemaal lyrisch. Want ze hebben hier zoveel goede dingen voor je menstruatie en het vrouwelijke geslachtsorgaan. Check even dit. Ze zijn veel liever voor de vagina dan in Nederland. Kijk, er zijn gewichtjes om je bekkenbodemspieren te trainen. Dat is toch super goed. Dat gaan we reviewen, jongens. En dus, kijk, dat je gewoon die Meluna kips kun je gewoon hier kopen in de winkel. S, M en L. Voor alle Groningers die in de buurt van Duitsland wonen. Ga naar Leer of waar zijn we nu? Bremen. Ja. Echt, dat soort dingen kun je gewoon hier kopen. Hier, dit zijn zachtere, zei iemand ook al, dan Diva Cup. Wij gaan ze ook allebei waarom proberen. Waarom hebben wij dit niet in de drogisten Nederland? Ik vind, wij lopen echt achter. En hier, pads om voor je menstruatie tegen krampen. Ja. Nou ja, hier hebben ze ook allemaal intieme gels. Dat weet ik niet of dat heel goed is, maar ze hebben wel echt veel meer. Ja, dat is echt super, zeg.
helft van jouw shit eruit. De mammies hebben ingeslagen. De helft van haar zooi zit hierin. Nee hoor, één doosje en twee van deze. Ah. Maar wow. Mensen zaten willen mij aan te kijken, joh. En dat echt een toren zo. Die mensen echt gewoon. In Leer, waar we normaal altijd kopen, zijn ze het veel meer gewend. Ja. Omdat dat nog meer een streek aan ons grenst. Daar gaan we heel vaak komen, volgens mij heel veel Nederlanders. Nou, ik heb voorlopig genoeg. Jij hebt genoeg luiers, billendoekjes en andere borstvoeding shit. Ja, ik hoop dat onze koffers er morgen nog bij passen, team. Ik denk dat die op de achterbank moeten. Zo! Jongen, jongen, het is buiten 32 graden en wie gaat er in de sauna? Wij! In een fucking hete badjas. Ik ga eerst de nijschot, denk ik. Ik ook. Jongens, jullie mogen uiteraard niet mee de sauna in. Jammer. Het ligt niet aan ons, dat ligt aan de medegasten. Kun je weer ons niet in ons vol onder laten zien? Wat jammer. Maar we laten later natuurlijk wel heel graag weten hoe het was. Zeker. In de spa? Ja. Ja, het was echt lekker. We hebben nu lekker hier gedoucht. En er was een sauna. Het was allemaal niet, ja, het is niet zo mooi als Elysium of zo. Maar het was gewoon echt prima voor in een hotel. Twee sauna's, twee stoombaden, een lekker zwembad, een whirlpool. Heerlijk, ik ben helemaal zin. Inderdaad op de roomservice. Ja. Ook wel zin in. We hebben geen zin meer om op stap te gaan en om de hoort op te gaan. Onze voeten, man. We hebben echt wel lang gelopen. Echt alleen maar gestaan en zo. Ja. Jezus. Nee, dus we gaan lekker roomservice bestellen en dan morgen gaan we het centrum in. Ja. Lekker cultuur snuiven. Nou, dit is de buit. Het is echt goed geslaagd. We doen uiteraard een shoplogje. Dus dit komt allemaal nog. Maar... ik zou kunnen zeggen dat we goed geslaagd zijn, toch? Ja, zo. Echt wel. Ja. Het, wel niet verwacht dat het voor onszelf ook echt nog zo leuk nee. Zouden slagen. Eigenlijk hebben we voor de kinderen wel een aantal dingen, maar voor de kinderen... Ja, je zegt dat en ik denk echt, dat... jemig. Ja, nou ja, goed. In ieder geval voor onszelf een aantal leuke dingen. Oh. Er is food. Oh, dat is boter. Ik dacht boter dat het met broodjes. Dit is dan voor mij. Oh, dit is echt een heel klassiek gerecht. Ja, hilarisch. Inderdaad, maar weet niet. Jouw burger ziet er ook goed uit, zeg. Mm. Die ligt ernaast, die is voor mij. Ja, precies. Dat dacht ik al in de oude vreemd zo. Ik heb een grote tomatenkop. Oké. Okay. Nou... dit is het einde van dag 1. We zijn heerlijk geslaagd, zeg ik het zelf. Man, man. Echt wel. Echt heerlijk. Het is ondertussen 10:00. Ik bedenk me dat ik moet nog even voor To Women wat schrijven. Daar heb ik nu lekker tijd voor. Ja, echt. Daar heb ik mijn laptopje voor meegenomen. En wat nog meer? Nou ja, morgen gewoon lekker... oh, dat heerlijke bed, jongen. Dat bed hier. Dat, wanneer moeten we uitchecken? Weet jij dat? Ja, weet ik ook niet. Moeten we morgen maar vragen, even naar het ontbijt. Ja, precies. We zijn toch al vroeger wakker aan het uitcheckmoment. Komt wel goed. Ik ben ook heel benieuwd naar morgen. Het was volgens mij wel heel veel procent kans op zon, maar ook 50-50 regen of zo. Een beetje onweerachtig warm. We gaan het zien. In ieder geval, tot morgen. Niet morgen.